Maandag zette de 18-jarige Finse middenvelder Saku Ilatupa zijn handtekening onder een driejarig contract met Ajax. I'm delighted for the opportunity to be here. Of course, the, this this is the best club for the young player to be. So very happy. You're a midfielder. What kind of player are you? Because we don't know you very well in Holland yet. Well, I can play in every position. Striker, winger, attack in midfield, fast, have a good left leg. One versus one is my strength. Your weak points in? Well, maybe heading en strength. Nou, eigenlijk kan hij op alle posities spelen, op het middenveld maar ook voorin. Uh, hij heeft bij zijn club en bij het nationale team ook als spits gespeeld, als restbuiten. Maar ik denk dat, dat de komende tijd uh, zichzelf moet gaan uh, ontwikkelen en waar hij het beste, uh, ja, het beste tot zijn recht komt. Dus uh, <coughs> daar heeft hij de komende periode ook alle tijd voor. Niemand minder dan Jari Liedmanen had een rol bij de transfer van zijn jonge landgenoot. We heb altijd goed contact met Jari. Uh, als hij belt en hij zegt ik heb nu echt een goede speler, nou, dan moet je dat ook heel serieus nemen. Dus dat hebben we ook gedaan. Uh, ik ben ook zelf bezig uh, kijken. En uh, nou, dat klopt. Ik bedoel, uh, de jongen heeft een enorme drive. Hij heeft ook uh, technisch uh, vermogen. Dus uh, nogmaals, nou, dan moet je gewoon snel schakelen. En uh, wij hebben ook heel veel vertrouwen in Jari. Dus als hij uh, deze tip uh, zo duidelijk aan ons geeft, moeten wij hem ook uh, oppakken. Is he an example to you? Of course, he's an example. He's a uh, he's obviously one uh, the best player of all time in Finland. And uh, it's great to see him and uh, watch watch old videos how he does here. And yeah, it's a great role model. Are you? Uh, are there any comparisons between the two of you? No, no, not yet. <laughs> no. <laughs> no. Okay. Yeah, he has helped me and just get get to know everyone and uh, show me the places and stuff like this. Did he also give you advice? Yes, of course. Few advices. Okay. What did he say? Well, I'll keep it on secret now, but okay. I'll I'll show it on the pitch. Okay. Yeah, that's a that's a deal. Um, you're starting with the under 19s. Yeah. Uh, have you met them already? Yeah, I had, uh training today earlier. It felt good. Of course, new team, new players. Everything's new, so I have to used to it. Get get to new used to it first, but it was okay. Yeah. What's your first impression of the team and of the club? Ja, yeah, it, was, it was great. Het was great. The players are good. De tempo is high. It's completely different than in Finland. Ajax heeft er weer een pareltje bij in de jeugdopleiding. Nou, weet je, de, elke speler die komt, wordt gelijk als groot talent neergezet. Daar moeten we ook allemaal mee oppassen. Want uh, een heleboel redden het ook niet. Dus uh, wat dat betreft moet hij gewoon uh, rustig uh, kunnen beginnen en uh, kijken waar het schip strandt.